het begin van mijn carrière. In 1991 startte die in de Sandwich Show op VTM. En kort nadien kwamen zo de eerste optredens. En ineens kregen wij helemaal uit het niets een telefoontje of ik met de grote Ventura een duet wou zien. Ik wist niet wat er gebeurde. Hij nodigde mij uit tijdens een van zijn grote Vandaag-concerten in de Oktoberhal in Wiesen. En hij zou mij aan de piano begeleiden terwijl ik twee moederogen zong. We hebben dat in 2014 weer zover gedaan tijdens een grote tournee door Vlaanderen, Wil en ik samen. Maar vandaag wil ik dat lied maar aan één iemand opdragen. Iemand die de afgelopen 30 jaar geen seconde van mijn zijde is geweken. En zij is hier vandaag voor de eerste keer. Ik zing het lied heel speciaal voor mijn moeder. Dames en heren, heeft in het leven wel eens ups en downs. En ook ik heb het ook nooit
onder stoelen of banken gestoken. Ik heb altijd, hoe ik me ook voelde, teruggegrepen naar de muziek van Wil. Of ik me goed voelde, of ik was verliefd, of ik had heel veel verdriet. Het maakte niet uit, Wil was er altijd voor mij. En het leek alsof hij tegen mij sprak. En ook het volgende liedje heb ik helemaal grijs gedraaid. Als alles om wat je zo graag zag, je onverschillig laat. Als al waarvan je zeker was, op losse schroeven staat. Stop.
Dames en heren, dank. Het was voor mij een bijzonder emotioneel moment. Weten dat Wil mij zou komen bezoeken tijdens de première van Christophe Cintura. En ik heb me voorgenomen om hem een bijzondere herinnering aan zijn rijkgevulde carrière mee te geven. En ik heb gezegd, Wil, vandaag spreek ik in naam van al jouw fans, van al jouw vrienden. Ik beloof jou dat ik jouw muziek verder ga laten leven. Dat wij die muziek nooit zullen hebben. En wij...